Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ja, ze zitten hier nog gewoon lekker te lunchen in Oosterwijk. Maar hier op het Tool College Durendaal gaan we de Media Battle spelen. Krijt. En de bakken. Is het hoor? Het plein is leeg. Het eerste vak mag gevuld worden. B2K, kom er maar bij! Ja? Heuwe! Yes! Yes, daar ben je man! Kom erbij, kom erbij, kom erbij! Rood, rood, rood! Wij zijn hier niet rood! Hey. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren. B2L, kom er maar bij! Goed dat je er bent, goed dat je er bent, goed dat je er bent. Mag ik zeggen, lange Frans? Dat mag, ja. Rap je ook toevallig? Af en toe een beetje. Nou Frans, dan ben jij vandaag Frans B, alsjeblieft. Kijk. Hoe heb je ze voorbereid? Door ze gewoon heel goed les te geven. Ja, welk vak geef je? Mediawijsheid. Jij geeft mediawijsheid? Ja. Oké, nou dan hebben ze wel een kleine voorsprong hier. Eens even kijken of het blauwe team daar tegenop kan. 2, 2, 1, kom er maar bij! Kijk! Vincent! Yes! Yes, 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 yes! Ja, lange Frans die geeft natuurlijk mediawijsheid. Dat is best wel belangrijk tegenwoordig. Hoe vind jij dat in jouw lessen Frans? Nou, ik vind eigenlijk dat alle vakdocenten aandacht moeten geven aan digitale wijsheid, aan mediawijsheid. Het is iets van, je kunt het als vak aanbieden. Uiteindelijk moet het iets zijn van de hele school en liefst samen met ouders. Dus het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid in mijn ogen. Au, 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 hij is blauw. Nou, hopelijk gaat het dadelijk niet te veel wonden opleveren. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Zit je op social media? Ja, af en toe. Ja, waar zit je op? Instagram of Snapchat. Oké, dan maken we er een voor Instagram. Pak hem erbij. Ja. Weet je wat ik nou afvraag, hè? Als je nou zo'n foto gaat posten, denk je er dan bij na wat je post? Ja. Ja? En ben je ook wel eens bewust van wat mensen dan zouden vinden van die foto? Ja, wel, denk ik wel. Dat wel? Want er wordt best wel wat gepest ook op social media. Ja. Ja, en daar gaat de volgende vraag over, want... Jongens, vraag 1 is namelijk... Hoeveel procent van de jongeren heeft wel eens online gepest? Is dat... Antwoord A, 5%. Antwoord B, bij Frans, 33%. Of denk je nee, het is antwoord C, 53%. De tijd gaat nu in. Kijk, het hele rode team blijft staan. Oh, er gaan er toch een paar over, er gaan er een paar over. Ja, daar wordt nog wat gemixt. En stop de tijd. Oké, in je vak, in je vak. Weet je wat er hier net gebeurde? Het hele rode team bleef staan. Deze mensen dachten, nou, redelijk veel. 33%. Jongens, is er van jullie iemand wel eens gepest? Wie is er wel eens gepest? Jij bent wel eens gepest. Waarom werd je gepest? Weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Hoe vond je het? Ja, best. En is dat pas geleden dat je werd gepest? Nee, is al best lang geleden. Oké, dus je was nog wat jonger. Ja. Ja? Wat zou je als tip kunnen geven aan mensen die gepest worden? Niks van aantrekken. Niks van aantrekken. Dat lijkt me een hele verstandige. En we gaan gelijk ook even kijken wat dan het juiste antwoord is. Hier wordt gelukkig niet zoveel gepest. Maar hoe is dat dan eigenlijk landelijk? Het goede antwoord op deze vraag moest zijn... Antwoord B! En dat betekent dat jullie af zijn en jullie ook af zijn. En jullie mogen nog door naar de volgende vraag. En lange Frans deelt hier even die claps uit. Frans, ze zijn er wel blij mee dat ze door zijn, maar 33% is best wel schokkend, hè? 1/3 van de jongeren heeft dus wel eens gepest online. Pas op, hè. Vraag 2. Wat is de grootste mediaafleider bij jongens? Is dat WhatsApp? Of denk je, nee, al die jongens zitten natuurlijk diehard te gamen? Antwoord B. Of denk je, nou, YouTube? Daar zitten al die jongens op, met z'n allen. A, B of C. En de tijd gaat nu in. Nee jongens, het is goed. Nee jongens,
Nee, blijf staan. Blijf jullie staan? Ja, jullie blijven staan? Oké. Okay. Het goede antwoord moest zijn antwoord B. Ja, jullie zijn dol. Jij bent nog als enige van het rode team over. Nou, je hebt nog één vraag. Zal ik jou een tip geven? Loop dadelijk gewoon naar het vak waar niemand staat. En misschien sleep je de hele klas wel mee. De volgende vraag is namelijk, welke app wordt het meest gedownload op het hele internet? Is dat antwoord A, Minecraft? Antwoord B, Angry Birds? Of antwoord C, Candy Crush? De tijd gaat nu in. Wat gaat ze doen? Ze loopt naar A. Ze gaat naar A, maar dan gaat er een heleboel mee. Zij zijn aan het twijfelen. Jongens, de tijd is bijna om. Niemand staat in B. Niemand in B. Frans, je was net nog zo populair en ze zijn allemaal verdwenen. Ja, klopt. Maar Candy Crush is toch gewoon voor oudjes? Ja. Krijg je nooit van die vervelende uitnodigingen? Niet meer, nee, dat kun je blokkeren. Hè? Maar dat is... dat kun je blokkeren? Ja, kun je mediawijs. Speel maar... je zelf Candy Crush? Ja, af en toe, zo, s'avonds. Maar je speelt stiekem ook. En doe je dat dan samen met je vrouw of is dat gewoon niet? Ja, we hebben wel een beetje competitie. Ja. Ik loop voor, dus dat wil ik graag zo houden. Jij wint? Ja. Oké. Ja. En het goede antwoord moest zijn... antwoord C! En dat betekent dat Team Blauw doorgaat naar de volgende ronde. Van deze media battle. High five! Wat hoor ik jou zeggen? Ik heb geen toets meer. Je hebt geen toets meer? Ik help jullie dus van een moeilijk proefwerk af. Media battle! Hey! Ja, ja, ja. Te veel gamen is niet goed voor je. Het leidt af van je huiswerk, van je sociale contacten. En inderdaad, je kan er verslaafd aan raken. Maar goed, heel vaak is dat helemaal niet aan de hand. Sterker nog, gaming heeft ook veel positieve effecten. Het is goed voor de ontwikkeling van je oog-handcoördinatie, doorzettingsvermogen, reactievermogen, samenwerking, Engels, ruimtelijk inzicht en creativiteit. Kortom, er zijn ook een hele hoop positieve effecten van gamen. Zolang je het maar niet de hele dag doet. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat voor game je speelt. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Jongens, weet je, het is zulk lekker weer. Kom maar hier met die blauwe shirts. Ja, bedankt hè. Goed, voor de tweede ronde een opzoekvraag. Wat doe je? Je gaat dadelijk met je telefoon naar Instagram en dan zoek je daar de vraag op van de volgende ronde. Geef mij het goede antwoord en ik wil hem zien op mijn telefoon. Degene die als eerste het juiste antwoord post en in het lokaal is, die wint deze ronde. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Nou, de tijd loopt. Oh! Ze gaan rennen. Kom Arjen. De vraag is, hoe heet dat nou precies als jouw vrienden jou beoordelen op je selfies en daar dan een cijfer voor geven op social media? Hebben jullie hem gevonden? Welke vraag is het? We gaan even kijken of het goede antwoord ertussen staat. Er is nog niks gepost, maar de foto is al wel geliked. Ja, dat is ook leuk natuurlijk. Stop de tijd! Wie is Luc van der Meis? Lucky, jij bent als enige man. Ja. En wat heb je gevonden? Ja, cijfer gooien. Cijfer gooien, wat betekent dat? Ja, dat je een cijfer geeft op een foto van iemand. Het antwoord is helemaal goed. Geef hem een groot applaus! Cijfers vragen voor jouw profielfoto is hartstikke leuk als je er zelf om vraagt en je hartstikke hoge cijfers krijgt. Maar wat nou als je ongevraagd gemeen lage cijfers krijgt? Is het dan nog steeds zo leuk? Of gaat cijfergooien dan over in cyberpesten? Beschermd door de anonimiteit gaat cyberpesten vaak verder dan gewoon pesten, omdat dit makkelijker is en dus anoniem. En eigenlijk geldt voor iedereen, ga respectvol met elkaar om. En daarnaast, accepteer niet zomaar iedereen die jou toevoegt. Bedenk eerst of je hem of haar wel wilt accepteren in jouw sociale netwerk. En tot slot, als er iets gebeurt waar jij het niet mee eens bent of je ziet het bij iemand anders, ga dan naar iemand toe die je vertrouwt. Je vader, je moeder of een docent op school. Er is altijd wel iemand die jou kan helpen. We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, en in deze ronde is het eigenlijk heel simpel. Ik stel een vraag, weet je het goede antwoord? Vingers in de lucht met z'n allen, hard schreeuwen. En dan gaat meester Luc even kijken of het antwoord correct is. Maar voordat we gaan beginnen, even een belangrijke vraag. Roos, heb jij wel eens even last van een appneck? Ik denk het niet, nee. Nee, je denkt van niet? Weet je wat een appneck is? Ja, ik denk dat als je heel veel appt, dat je last hebt van je nek of zo. Precies. Ja, met de komst van social media zijn er natuurlijk een heleboel nieuwe woorden bijgekomen.
Zo werd het woord selfie onlangs nog bekroond tot woord van het jaar door Van Dalen. Maar de vraag is, welk woord stond er dat jaar op nummer 2? De tijd gaat nu in. Oh, ze zit al op de Van Dalen site. Dus ik wil niet horen welk woord... Ja, stop de tijd. Handen van de knoppen. Oké. Welk woord stond er in dat jaar dat selfie op nummer 1 stond op nummer 2? Wij denken social obesitas. Social obesitas, zeg jij? Social obesitas. Social obesitas. Ja. Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij. Yeah. Social obesitas. Ja, je zou er maar last van hebben. Op naar vraag 2. Ja, 3 meiden tegen 2 jongens en 1 meid, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Op naar de volgende vraag. Want een wiki, dat is een soort van app, hè, of een computerprogramma, waarmee je webdocumenten kunt bewerken met meerdere redacteuren tegelijkertijd. Je kunt met meer mensen tegelijk aan werken. En de bekende wiki is natuurlijk Wikipedia. Wikipedia, heel goed. Maar wat betekent dat woord wiki nou eigenlijk? En de tijd gaat nu in. Betekenis wiki. En als je het weet, hand in de lucht, hè? Anders gaan we door. Ja. Ja, stop de tijd. Stop. Jij weet het. Wat betekent wiki? Verzameling hypertekst documenten, inclusief de hiervoor benodigde software. Dat is een hele mond vol. Jury, is niet het goede antwoord. Jullie mogen het nog zeggen. Je krijgt nog even 3 seconden opzoektijd. 1, 2. Het betekent 3. Snel. Het betekent snel, zeg jij? Ja. Ja. Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie. Ja. Ja, en wiki is eigenlijk gewoon een Hawaïaans woord. Dat betekent bewegelijk, snel, vlug. Vlug naar de volgende ronde. Hey, zit jij op Instagram? Ja. Jij zit op Instagram? Ja. Wist je dat je ook geld kunt verdienen aan Instagram? Nee. Nee? Als je namelijk een fout vindt in de software van Instagram en je meldt dit bij de makers, dan krijg je een zogenaamde bug bounty. En hoe groter je fout is, hoe groter de beloning daarvoor. De vraag is, wie was de jongste ontvanger van zo'n bug bounty? En wat was eigenlijk de fout die opspoorde? De tijd gaat nu in. Jongste ontvanger, bug bounty. Jongste. Kijk, er wordt hier even slim overlegd wat de juiste zoekterm is. Bounty. Ja. Bug bounty. Instagram is met Burk Bounty. Ja, stop, stop met zoeken. Jij hebt het goede antwoord, denk je. Facebook heeft $10.000 aan de 10-jarige Jani uitgegeven omdat hij een beveiligingslek had gevonden in Instagram. Even luisteren naar de jury. Dat is het goede antwoord, punt voor jullie. Jeetje, je zou toch maar even op Instagram zetten en $10.000 verdienen. Nou, dat wil ik ook wel. Snel door naar de volgende. Oké, heren. Het is mannen onder elkaar. En als jullie nu het goede antwoord geven, jongens, dan winnen jullie nu glansrijk deze aflevering, hè? Dus concentratie. Jij gaat typen? Ja. Oké. Luister goed. Op internet zijn een heleboel grappen en hoaxen te vinden. En een van die goede oude grappen is een Rickroll. En dat betekent dat je iemand dan een linkje stuurt met iets heel interessants. Denkt hij. Maar als hij hem opent, krijgt hij iets heel anders te zien. Heb je dat wel eens gehad, dat je zo'n link krijgt opgestuurd? Ja, wat kreeg je te zien? Ja, dat wil ik niet. Oké, we gaan het niet tellen. We gaan het niet zeggen. Maar de vraag is, welke clip van welke artiest krijg je te zien als je opzoekt Rickroll? Mannen, de tijd gaat nu in. Oké, stop de tijd. Stop. Wat krijg je als je zoekt op Rickroll? Rick Astley. En het nummer heet? Never Gonna Give Up. Give you up. Ja, Give You Up. Rick Astley? Ja. Met Never Gonna Give You Up? Yes. Is het goede antwoord? Jullie winnen deze! Yeah! Ja, daar komt de prijs al aan. Kijk eens, die is voor jullie alsjeblieft een hele mooie Bluetooth box. Voor jou ook. Jongens, geef ze nog eens even een groot applaus. Jullie zijn de winnaars van Media Battle. Ja, dit was weer de Media Battle vandaag vanuit Oosterwijk. Maar volgende week vanuit een andere stad. Graag tot dan. Feestendag!